in grijs. Ik ben een symfonie in grijzen. Alles aan mij is grijs. Zelfs de plu. Ik vind het zelf wel gedekt netjes. Toen het af was, zei de kleermaker, nou meneer Sonneveld, hiermee kunt u overal verschijnen. Nou, dat mag ook wel. We moeten ook nog naar Heerenveen met dit programma. Dan kunnen ze daar zeggen, die artiest zag er knap uit. Als Shakespeare me zo zou zien, dan zou hij zeggen, de ziel van dit mannetje zit in zijn kleren. Een zieltje. En als mijn vader me zo zou zien, dan zou je mijn moeder een knipoogje geven. En dan zou hij zeggen, precies, oom Louis, hè. Was dat bij u thuis nog vroeger ook zo, dat je het altijd van iemand had? Als ik er een beetje behoorlijk uitzag, dan had ik het van oom Louis. Als ik iets zei wat boven hun pet ging, dan had ik het van oom Karel. Als ik zuinig was, dan zeiden ze precies tante Klazine. En als ik leuk deed, dan zeiden ze, nou dat zal die wel weer van oom Henk hebben. Ik ken het precies uit mijn hoofd. Ik vond het wel leuk als ze zeiden, hij lijkt op oom Louis. Want van oom Louis hadden wij thuis een groot portret hangen boven het buffet. Oom Louis leefde omstreeks 1800. Hij was een vooroom van mijn moeder. Hij leefde tegelijk met Napoleon en hij zag er op dat schilderij ook uit als Napoleon. Met een steek op, van die lubbe hier, een strakke broek, zo stond hij erop. En daaronder stond geschilderd très bien. Nooit geweten wat dat betekende. Tenminste niet in verband met het schilderij. Maar als kind dacht ik al, oom Louis, op oom Louis wil ik lekken. Maar als ze mij nog gaan vertellen dat als ik leuk doe op het toneel, dat ik dat op oom Henk lek, dan kan ik woedend worden, hè? En weet u waarom? Oom Henk was namelijk de lollige broek in de familie. U weet wel, zo een waarvan iedereen zegt, nou, die moet dan het toneel. Hij is tenslotte bij de belastingen terechtgekomen. Maar ja, dat zeggen ze nou iemand nooit tegen je als je jong bent. Dan zegt je vader nooit, jij moet bij de belastingen. Dat hoor je nooit, hè? Oom Henk had het allebei. Die was bij de belastingen en die had aanleg voor het toneel. Hij deed heel weinig kwaad, dat wil zeggen artistiek gesproken. Hij mergelde alleen in zijn directe omgeving uit met zijn ellenlange voordrachten en komische... Oh, die man die kon komisch zijn, daar heeft u geen voorstelling van. Die was origineel en een esprit. Die zei bijvoorbeeld, loop je neus maar achterna. Of je verliest wat je voetstap. Oh, enig was die man. En als mijn tante bijvoorbeeld, die zag eruit als een... Dat mens moest de hele dag maar meelachen. Die zag er op laatst zo uit. Net als iemand in een onderzeer, als ze zuurstof opraakt. En een van zijn favoriete moppen was iemands gebit verstoppen op zijn trouwdag. Kun je lachen, zei hij. Kun je lachen, joh, kun je lachen. Hoi, joh, kun je lachen, zei hij. En aan tafel, als er aan tafel een flesje bier werd opengetrokken, dan zei hij bijvoorbeeld, nou, dat hoor je in de kerk niet. Oh, een afschuwelijke vent. Als ik op visite kwam, had hij ook altijd wat leuks, hè? Laatst kwam ik binnen, zo Wim, ga zitten. Had je die gedachte, hè, dat die stoel zou wegtrekken? Kom hier, joh. Zo, ga zitten. Ik zal jou eens een voordrachtje voordoen. Een voordrachtje dat ik op een vrolijk avondje van de belastingen moet doen. Af en toe hebben we een vrolijk avondje van de belastingen. En dan moeten we allemaal voordragen hetzelfde, alle inspecteuren. We dragen allemaal voor in een blauw geruite kiel. En ik draag het dan voor zoals Jantje het zou doen, die zo nodig naar de wijzij moet. Daar gaat hij dan. In een blauw geruite kiel. Hij sprak echt een beetje bekakt, hoor. Wat een heerlijk woord, hè. Dat vind ik zo heerlijk om te zeggen, bekakt. Ja, weet je wat gek is? Voor de radio mag je zo'n woord dan niet zeggen, hè? Ik heb nu een contract met de VARA en dan zeggen ze... Oh nee, meneer, de vrienden van de VARA, dat ken ik, meneer. Nee, dat ken ik. Maar hier ben ik mijn eigen baas. Eigen theater, eigen troep. Bekakt. Oom Karel zat altijd langer in pyjama in een stoel in zijn bibliotheek. En als ik dan binnenkwam, dan kon ik bijvoorbeeld zeggen, zo jongeman, ga je zelf zitten. Jij ziet er weer uit om een cent te geven.
Heb jij nooit gelezen wat Schiller gezegd heeft over zich pflegen? Ken je Schiller? Waarschijnlijk alleen het café van die naam. Nou, dan moet je er maar ver komen, want wat de mens onderscheidt van het dier, is dat hij ook drinkt wanneer hij geen dorst heeft. Dat is van de beroemde Beaumarchais, jongen, onthoud dat. En drinken is voor een jongeman met jouw beperkte gaven toch nog altijd veel minder funest dan de vrouw. Nietzsche heeft het gezegd, de vrouw is op aarde om de krijgsman te vermaken. Nou heb jij voor het dom te weinig van een krijgsman, maar hou je er toch maar aan. Dus vermaken, hem meer niet, want als je eraan vastzit, dan word je hoogstens nog verzorgd. Shaw heeft dat afdoende geformuleerd door te zeggen, de vrouw verzorgt haar man als een violet, als een viool. En als de witte broodsweken voorbij zijn, dan geldt alleen nog het woord van de beroemde Russische schrijver Tsjechov. Het enige wat mij met deze vrouw verbindt, is dat ik niet langer spreek van mijn salaris, maar van ons salaris. En vergeet vooral niet, jongeman, in iedere vrouw schuilt een schoonmoeder. Ik blijf dus liever vrijgezel. Hoewel ik je eerlijk moet zeggen, zo tegen de winter, zo zwinters, ja. Zwinters heb ik vaak zin om te trouwen. Dan was het koud. En als Marie dan een avondje vrij is, dan is het restaurant zo ver. Nee, zwinters heb ik vaak zin, zelfs zin om een familie te stichten. Ja, maar tegen het voorjaar gaat dat gevoel weer over. Die man die moest wel altijd even laten horen dat hij wat gelezen had, hè? Het staat ook wel, het zet even de koninklijke bibliotheek achter je, hè? Toch moet ik u eerlijk zeggen dat ik vind dat die grote woorden van grote mannen vaak weinig om de hakken hebben, hoor. Neem nou bijvoorbeeld onze eigen streekheilige Vondel. Vondel heeft dus gezegd, de vrouw is een tarweschoof met leliën bezet. Klinkt lekker, hè? Kijk, voordat ik tegen een dame uit het publiek zou zeggen, mevrouw, wat ziet u er weer uit? Een tarweschoof met leliën bezet. Dan zou u toch ook zeggen, nou, die Sonneveld die wordt aardig grof in zijn mond te laten. Daar had u dan nog gelijk in ook? Nee. Ik moet u zeggen, die hele oom Karel van mij met zijn etenpeteterigheid, ik had altijd zo'n idee dat die man in zijn bibliotheek een soort plaatwerken had dat niet ten onrechte was gebonden in zwijnsleder. Nou, ik toch bezig ben met mijn familie, wou ik u nog even Tante Klaasine laten zien. Wij noemden Tante Klaasine altijd Tante Klaasie. Ja, Tante Klaasie. Ik was een afschuwelijk mens en ik verkleedde me altijd als Tante Klaasie als ik mijn zusjes bang wou maken vroeger. Tante Klaasie was boerin. Nou, boerin, meer een boer met een jurk aan. Een vreselijke vrek was het. Ontzettend gierig. Ze is ook nog een poosje getrouwd geweest met oom Jaap. Maar die lag al gauw onder zijn serk, hoor, oom Jaap. Ja. Oom Jaap, die had niks in te brengen. Die zat een hele dag in een hoek en wij zeiden altijd, oom Jaap is de uitvinder van de kielschraping. Die zat in een hoek en het enige wat hij af en toe zei was, verder niks. Ik ben er eens geweest met oud en nieuw. Dan kon hij wel leuke dingen zeggen op feestdagen als er wat meer mensen waren. Ik ben er eens geweest met oud en nieuw. En toen had tante Klaasie een kippetje gebraaien. Voor 8 personen. Toen het kippetje midden op tafel stond, toen zei een van de kennissen, oom Jaap, wat zou zo'n kip nou wel denken? Toen zei oom Jaap, weet je wat die kip denkt? Die denkt, gut, gut, lekker mensen. Tante Klaasie, dat ben ik nog vergeten te vertellen. Tante Klaasie liep de hele dag aan zichzelf te praten. Nou, praten was ook niet precies, was meer een soort gemiauw. En ze had de hele dag zuinigheidsbevliegingen. Als er te veel licht brandde, dan zei ze, licht uit! Het is zonde, hè? Wie is daar?
Oh, Wim, ben jij het? Kom erin, wat kom je doen? Het eten is op en de koffie en de thee ook en we gaan zo naar bed. Sta niet tegen die leuning te leunen. Slijt aan, zo. Ga in deze stoel zitten. En hou je handen op je eigen knieën. Slijt aan, zo. Wat zei je? Oh, dacht je wat te zijn? Ik hoop nou een leuke mopwis. Ik heb een aardig recept. Een aardig recept voor je moeder als ze veel gasten krijgt. Voor een toetje. 1 eiwit in een grote kom. Kloppen, 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 kloppen. En heel gauw opdienen. Nou, ik zou je eruit laten komen, we gaan naar bed. Ik zal de deur achter je dicht doen. Ik heb je dan genoeg gehad. Jaap, zet de radio af. Slijt aan, zo. En als je naar de radio luistert, dan mag je nooit luisteren naar de lange golf. Maar luister liever naar een voordelige golf, naar de ultrakorte. Kom, we gaan naar binnen. Tante Klaasie, hè? Och, ik vind het vervelend als de mensen zeggen het is een krent. Ik heb nog liever dat ze zeggen het is een druif. Dat is iets tappiger ook. Maar nou wou ik u nog even om Louis laten zien van het schilderij. Om Louis uit 1800, hè? Oh, mevrouw, het wordt zo pikant. Oom Louis? Had een strakke broek aan. Zo. Wat een vak, hè. Joepie! Hij droeg gebloemde vesten, zo ongeveer. En ik had al zo vaak aan mijn vader gevraagd, vader, wie was toch die oom Louis? En dat betekent dat très bien onder dat schilderij, maar daar werd nooit antwoord op gegeven. Ik had altijd zo'n idee dat die oom Louis het zwarte schaap in de familie was, hè. Maar wel het schilderij boven het buffet hangen voor de kennissen. Ja, kon mijn vader zeggen, oh, dat is oom Louis, vooroom van mijn vrouw. Dan zei de kennis, oh, een leuk schilderij, een zanghoofd, ja. Maar zo, wat dan? Dat is een gedrag van mijn familie. En dan zei ik, kijk, hè. Op een goede dag dacht ik, nou wil ik eens precies weten wie die oom Louis was. Ik ga naar tante Klaasie, dat is zo'n oude kwebbel, die vertelt het me beslist. Ik zeg, tante Klaasie, vertelt u mij eens, wie was die oom Louis? En wat betekent dat très bien op dat schilderij? Toen werd dat mens kwaad. Eruit, zei ze, eruit. Die oom Louis, die deugde niet. Die oom Louis, dat was een toneelspeler. Toen wist ik precies wat ik weten moest. Toen ben ik op een goede dag zomaar voor dat schilderij gaan staan. Ik weet het nog goed, ik was 18 jaar. En toen heb ik zomaar tegen het schilderij gezegd, oom Louis, ik wou ook graag aan het toneel. En wat denkt u dat ik dacht dat het schilderij zei? Très bien.